Ja, meneer Van der Staaij, we gaan met u in gesprek, maar eerst gaan we nog kijken naar een filmpje wat u hebt aangeleverd. In een kogelvrije auto met een zwaar gewapende escorte rijden we door het islamitische noorden van Nigeria. We zijn onderweg naar het dorp Tataura, waar ruim een week geleden 10 christenen zijn vermoord door moslim-extremisten van de Fulani-stam en Boko Haram. Ondanks alle veiligheidsrisico's wil SGP-fractieleider Kees van der Staaij de getroffen christenen bezoeken. De kamp voor geloofsgevolgden is een speerpunt voor de SGP. Dan moet je juist ook in Nigeria zijn. Er zijn zo ongelooflijk veel christenen om het leven gekomen in de afgelopen jaren. Nog steeds in Nigeria. En daar willen we graag politieke aandacht voor vragen. Maar daarnaast ook mensen bemoedigen, meeleven laten zien. We hebben in Nederland een oproep gedaan om ook kaarten te maken voor christenen in Nigeria. De wegen worden slechter en stoffiger. We komen in de buurt van het getroffen dorp. You are the village head. Yeah, nice to meet you. They came on a motorbike and then attacked them. Killing 9 at the spot. And then 1 died in the hospital. So these are the pictures of how they shot over. Okay, horrible. We pray that you feel the love of God and His arms surrounding you. Is there nobody helping you from police or army? There's nobody there because that is around. I can around after they may have left before the security men arrive. When they are killing Christians like animals. Do you feel the love of God in your heart? In short, I feel in such difficult circumstances. I feel the love of God on my life because it made me to live. In short, the way I escaped, even me and my brother, it was just wonder, miracle. Like another, you are going to join the soldiers. See that you feel. That's can help you move the ground. I'm going to the medicine. I love God. Die grijpen natuurlijk ook met ze, wat zou ik zeggen, je wordt hier als beesten afgeslacht. Ja, en er zijn also no journalists hier coming from, hey, what's happening and writing it. That's it. We cannot accept that it goes on and on. Ja, wat je hier ziet is eigenlijk een hoop aarde en stenen. Die pas gaan leven door het verhaal eromheen. Dat vond ik hier ook belangrijk. Dat zit. Die foto's die we net gezien van die mensen, dat zijn de getuigen van wat hier gebeurd is. Maar mensen zeiden ook, er kwam geen journalist langs. Dit is niet in de officiële registraties. Het is in werkelijkheid dus veel erger. En het is belangrijk dat de wereld dit weet. En dat we natuurlijk zeggen, als christenen leven mee en bidden we voor deze mensen. Maar ook politiek gesproken kunnen we dit niet accepteren dat dit voortduurt. En moeten we ook meer politieke aandacht en inspanning mobiliseren om te zorgen dat dit stopt. Indrukwekkend filmpje. En het laat eigenlijk ook de eerste helft zien van ons gesprek. En dan nu de tweede helft. Het is ruim een jaar later. U zegt daar, we moeten daar politiek wat mee doen. Wat hebt u de politiek mee gedaan? Kunt u zich inzetten? Bijvoorbeeld in het vragenuur een vraag erover gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken, minister Koenders. Van, wilt u hier ook in het buitenland aandacht aan gaan besteden met uw collega's in de Europese Unie? En dat is misschien ook een mooi voorbeeld van ja, hoe je alle mogelijkheden kan benutten om iets onder de aandacht te brengen. Dat je dat niet alleen in een debat moet doen. We hebben later nog een groter debat erover aangevraagd. Maar ik heb ook eens tegen minister Koenders gezegd, mag ik eens even een half uurtje van je tijd om iets te vertellen over zo'n reis? En dan kan je ook nog wat persoonlijker dat delen en dichterbij brengen. En hij zei van, inderdaad, ik herken de nood van wat daar gebeurt en ik wil me daar ook sterk voor gaan maken internationaal. Wat je ziet is dat aandacht soms ook echt kan helpen. Er waren jarenlang ontvoeringen van ook meisjes uit christelijke gezinnen.
zonder dat daar veel rumoer over was. Zonder dat de eigen regering van Nigeria daar echt heel veel werk van maakte om dat te voorkomen, om die meisjes te proberen terug te halen. Toen Michelle Obama op een gegeven moment ging twitteren, bring back our girls, toen kwam er ineens heel veel in beweging en werd ook die president van Nigeria erop aangesproken, doen jullie eigenlijk wel wat eraan? En ja, dus een beetje rumoer, politieke aandacht, helpt om ook ontwikkelingen te kunnen veranderen. Ja, dat is wat u politiek ermee gedaan hebt. Ik kan me voorstellen, als ik dit zo zie, dat het met u persoonlijk ook veel doet om dit te zien. Kunt u daar iets over vertellen? Nou ja, wat je daar ziet, is ook wat een enorme doorwerking dat het heeft op het leven van zoveel mensen. Dat ze zich aan de ene kant vaak in de steek gelaten voelen door de wereld, door het Westen. Die zeggen, waarom heeft iedereen het wel over wat er in het Midden-Oosten gebeurt? En waarom horen we zo weinig, merken we zo weinig betrokkenheid op wat er hier in Nigeria gebeurt? Die massale afslachting van mensen, ook door Boko Haram, ook een jihadistische beweging. En nou, dat heeft mij ook gebracht wat ik toen daar eigenlijk beloofd heb en nog steeds bij me heb gedragen, is om daar aandacht voor te blijven vragen. Politiek, maar ook door dagen zoals deze. En als je ook jongeren ontmoet, denk daarover mee, bid daarvoor, leef mee. Ja. Nog een laatste vraag. U bent een paar jaar geleden ook in China geweest. Vanochtend hebben we het over China gehad. Kunt u daar nog iets over vertellen? Ja, wat ik in China ook heel indrukwekkend vond, we bezochten toen ook zo'n illegale huisgemeente. Toen die predikant vroeg van, wat betekent dat nou eigenlijk voor je? Dat je eigenlijk niet weet of je volgende week nog weer bij elkaar kan komen in die kerk waar je nu preekt. Hij zei, het houdt mij heel dicht bij God. Dat je ziet dat ook het lijden wat ze daar ook hebben, de onzekerheid over de vrijheid, heb je die wel of niet, dat ook dicht bij God brengt. En ook dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen en zijn gedachten dan onze gedachten. Ik vind in de geschiedenis van China ook heel indrukwekkend dat op het moment dat evangelisten vanuit het Westen eruit werden gegooid, wij allemaal dachten, het gaat nu helemaal fout met de verbreiding van het christelijk geloof in China. Maar dat toen juist ook God op een bijzondere manier ging werken, doordat er een eenheidstaal kwam in China, waardoor ook die Bijbels die er kwamen, ook via het werk van bijvoorbeeld Anne van der Bijl en anderen, heel snel een breed bereik hadden. Dus dan zie je weer, het gaat vaak anders, de regering van God, dan wij denken. Ja, mooie afsluiting die eigenlijk heel erg overeenkomt met de afsluiting van het interview met Anne van der Bijl. U komt zometeen nog bij ons terug om het ochtendprogramma met ons af te sluiten. Maar voor nu wil ik u danken en dat ook met een kleine stoffelijke bijdrage doen.